Om 11:40 ben zojuist Marianne Hendrikstraat naar binnen gegaan. Ik was iets wat geëmotioneerd. Ik heb nu 26 uur lang mijn mond gehouden. Mag ik nou alsjeblieft even weten hoe het in elkaar zit? Nee, dat geven we niet door in verband met privacy. Nou ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Zeker niet als ik familie ben, dan horen ze het gewoon te zeggen. Ja, dat zijn de regels en dat zijn de regels. En daar wordt de hele tijd achter verscholen. Ik kan eigenlijk alleen zeggen, heden wij, morgen gij. De regels. Nederland vandaag. Vrijdag. Ja, goedemiddag. 2:00. Vrijdag. Ik sta hier bij de burgemeester Partijnlaan, hoofdbureau van de politie. Ik liep zojuist naar binnen en toen kwam ik de advocaat van Huig tegen. Die zei tot om 2:00 de zaak was. We liepen tegelijk naar binnen. Dus we horen zo wel wat het gaat worden. Dus ik hou jullie op de hoogte. Het is vrijdag 7 januari 2022. Te Katwijk. Ik heb Huig gesproken en hij krijgt een week. Hele bijzondere dag. Oproep aan de mensen die ook bij het politiebureau waren. Zet de beelden niet online. Dat was wat Huig vroeg. Het was wel heel bijzonder. De ME kwam naar het politiebureau toe. Dat is wel heel bijzonder. Er was echt één ME'er. Die was zeer... Ja, wat kan je ervan zeggen? Agressief bezig. En die probeerde het bloed onder mijn nagels vandaan te halen. Ik gaf hem die kans niet. Treurig, Huig, 1 week. Waarom, weet ik niet. Wordt vervolgd, mensen. Ik wens iedereen een goed weekend. Jongens, ik zeg neem me mee. Mag u zich omdraaien? Nee, mee. Mag u zich omdraaien? Gaan we... Nou ja, maar wacht even. Het is mijn spullen. Ja. Kijk, de vorige keer zijn mijn ook spullen verdwenen. Snap ik. Maar we gaan nu gewoon meewerken. Gaat u me boeien? Ja. Hè? Geboeid? Wat is dit? Ik ben toch een misdadiger? Hè? Wat is dit nou weer dan? Kijk Tom, ik heb recht op een advocaat. Nou ja, waar is rustig met mijn hand. Alleen kan u even oprijden voor even goed. Nee, maar u, volgens mij is het toch niet de bedoeling dat ik geboeid ben, hè? We mogen van alle tijden boeien. Wacht eens met mijn hand, hè? Kijk uit. Ja, rustig. Ik ga even, wat er? Ja, zet het even online, Pieter. Nu gelijk online. Ja. Kijk eens. Huig, zeg wat. Klokkenluider van justitie. Het is een schande. Rutte is betrokken bij de grote doofpot. Ik ben de klokkenluider van justitie. Marieke van der Plas is mijn ex. Betrokken bij dossier turfmisbruik. Er zijn spullen van mij verdwenen tijdens mijn detentie. Wat is de aanklacht, Huig? Zeg eens. Waarom word ik aangehouden? Ik heb geen locatieverbod. Lopen. Het wordt ons bureau zijn uitgevoerd. Ja, nou ja. Zijn jullie het meest dat er gefraudeerd is met de rapporten bij justitie? Sieber Rietstra is betrokken bij mijn doofpotdossier. Kijk, de gaai. Blijf van mijn waarnemer af, hè. Pieter Pallenbuut is mijn waarnemer. Pieter Pallenhoek is blijf van mijn waarnemer af, hè. Waar gaat hij naartoe? Okay, waarom zoveel politie dan? Ik vecht ook voor jullie, hè. Ik vecht voor jullie.